Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video behandel ik de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In onze zoektocht door het bestuursrecht ontkomen we niet aan de beginselen van het bestuursrecht. Wat zijn de fundamentele principes? In deze video behandel ik kort de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die een belangrijke basis leggen in het bestuursrecht. Ten eerste het legaliteitsbeginsel of het beginsel van wetmatigheid van bestuur. Dit houdt in dat de bestuursorganen en de overheid alleen mogen handelen als dat staat beschreven in de wet. Bepaalde bevoegdheden dienen dus te berusten op een wettelijke grondslag. Hou er trouwens rekening mee dat feitelijke handelingen van het bestuursorgaan niet hoeven te berusten op een wettelijke grondslag, tenzij deze ingrijpende inbreuk maken op de rechten van burgers. Bekijk de video-fluorideringsarrest voor een voorbeeld. Als tweede het specialiteitsbeginsel. Dit houdt in dat de bevoegdheden van het bestuur alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn. Oftewel, een bestuursorgaan mag alleen handelen binnen een bevoegdheid, binnen het betreffend doel van de wet. Dat betekent dat de bestuursorganen alleen de belangen mogen en moeten behartigen die te maken hebben met dat doel. Het specialiteitsbeginsel zorgt ervoor dat het bestuur geen onbeperkte bevoegdheid heeft. Deze is dus afgebakend naar het doel van de wettelijke bepaling waarop de bevoegdheid rust. Dan de nauw daarmee verbonden het detournement de pouvoir beginsel, of beter gezegd het verbod van detournement de pouvoir. Als een bestuursorgaan het specialiteitsbeginsel miskent en dus voorbij het doel van de bevoegdheid gaat, dan misbruikt deze zijn macht. Detournement de pouvoir gaat over het misbruiken van macht. Een beginsel van het bestuursrecht is dat er een verbod staat op machtsmisbruik. Het de toernooi de Beauvoir verbod is dus breder dan het specialiteitsbeginsel. Het gaat erover dat de overheid en bestuursorganen dienen te handelen volgens de wet. Dan kennen we ook het verbod van vooringenomenheid, ook wel het fair play genoemd. Dit houdt kort gezegd in dat het bestuursorgaan met een open blik en zonder vooringenomenheid moet handelen. Geen politieke spelletjes en dubbele agendas, maar transparantie en zonder vooroordelen handelen. Ook moeten besluiten zorgvuldig worden voorbereid. Dit is opgenomen in het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat houdt in dat de bestuursorgaan kennis en informatie moet verzamelen, zich moet laten informeren, zogenaamde advisering en belangen zorgvuldig aanhoort en afweegt, de zogenaamde hoorplichten, alvorens een besluit te nemen. De bestuursorganen hebben in dit kader ook onderzoeksplichten. Voor een besluit te nemen dient het bestuursorgaan dus zorgvuldig te werk te gaan. Daarnaast is een bestuursorgaan verplicht om binnen de grenzen van de wet alle relevante belangen daadwerkelijk en op evenredige wijze af te wegen, alvorens een besluit te nemen. Dit ligt besloten in het materieel zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Als een besluit genomen is, moet het bestuursorgaan deze kunnen motiveren. Dat ligt besloten in het motiveringsbeginsel. Het orgaan behoort inzichtelijk te maken waarom een besluit is genomen. Ook dienen de overheidsorganen het gelijkheidsbeginsel toe te passen. Dit houdt in dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Men mag bijvoorbeeld niet discrimineren. Een ander beginsel is het vertrouwensbeginsel. Dit wordt ook wel het beginsel van de opgewekte verwachting genoemd. Het houdt kort gezegd in dat als een burger op goede gronden, bijvoorbeeld na een duidelijke toezegging, de burger erop mag vertrouwen dat hij daar dan ook recht op heeft. Het gaat om een onvoorwaardelijke, concrete en ondubbelzinnige toezegging van het aan. In de rechtspraak geldt trouwens een dispositievereiste. Dat betekent dat een beroep op vertrouwen pas gehonoreerd wordt als de burger op basis van een vertrouwen al heeft voorgeduurd of heeft gehandeld omdat het was toegezegd. En waardoor hij in een nadelige positie komt als het toch niet gehonoreerd wordt achteraf, of als het schriftelijk besluit achteraf anders blijkt te zijn. Het allerlaatste beginsel van deze video is het rechtszekerheidsbeginsel. Het rechtszekerheidsbeginsel komt aan bod nadat een besluit tot stand is gekomen. Het gaat erom dat de burger op mag vertrouwen dat als hij iets al langer doet, hij dit ook mag voorzetten. Oftewel dat hij zeker mag zijn van de besluiten die eerder zijn genomen. Kortom. In deze video hebben we een aantal belangrijke beginselen van het bestuursrecht behandeld, de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In ieder handelen, bij ieder besluit en zowel privaat- of publiekrechtelijk, dient de overheid en bestuursorganen deze beginselen te hanteren en toe te passen. Ben je benieuwd of deze beginselen passen onder het formeel of materieel bestuursrecht? Bekijk dan nu mijn video Formeel en materieel bestuursrecht. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.